Hallo stripvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw stripvlog. Ja, ik ben even aan het experimenteren met een extra cameraatje erbij om eens te kijken hoe dat gaat qua vloggen. Ik moet zeggen, ik heb al een paar takes gedaan en het lukt niet helemaal, want ik moet mijn aandacht nou verdelen tussen twee camera's. Dat werkt niet helemaal, dus ik ga me toch even vooral even richten op de camera die je nu ziet. En dan zie je meteen even het boek wat ik in dit vlog heb. De zesde integrale van de Beverpatrouille. Demonen van de Nacht. Een strip gemaakt door Jean-Michel Charlet en Michel Tak. Oftewel Mitak. En deze Jean-Michel Charlet, die kennen we natuurlijk. Hè? Denk even aan Buck Danny, aan Roodbaard, aan Blueberry en aan nog heel veel meer strips. Maar dus ook deze. En dat vond ik wel bijzonder. Nou ja, deze prachtige integrale is uitgebracht bij uitgeverij Arboris. Nou ja, de cover ziet er al heel bijzonder uit. En je ziet ook meteen, hij glimt een beetje. Dat is wel dat mooi hoe ze het gemaakt hebben. Een bijzondere strip die begonnen is in 1954 en doorgelopen is tot 1993. Tot en met 1979 heeft Jean-Michel Charlet er ook aan meegewerkt als scenarist. Maar ja, je ziet meteen in het dossier al dit staan en dan heb je al zoiets van, oké. Het dossier hierin gaat vooral even in op de strijd die met name Mitak voerde om de scenario's toegestuurd te krijgen om te tekenen. De samenwerking tussen hem en Charlier, dat liep niet zo lekker. Nou ja, dat blijkt wel als je wat hier ziet. Het bijzondere vind ik dan dat als je de verhalen in dit boek leest, dat die toch wel heel erg lekker lezen. En dat viel me echt heel erg mee. Nou ja, dan komt het punt dat hij zonder scenarist zit. Na 79 is hij gewoon eigenlijk zelf verder gegaan. Maar ja, ik moet zeggen, het was wel. Laat ik het zo zeggen. Het dossier is het eerste wat ik ben gaan lezen. Want ik ben helemaal niet bekend met de Beverpatrouille. En toen ik hem aan het lezen was, had ik toch wel een klein beetje zoiets van, wat je ook ziet, het ziet er wel een beetje gedateerd uit. Dit zijn strips die eind jaren 60, begin jaren 70 uitgebracht zijn. Het fantoom is het eerste verhaal wat erin staat. In deze integrale staan drie verhalen. Het fantoom, Dodenland en Duistere Machten. Het bijzondere is even als je Duistere Machten, de Franse titel pakt, dan is dat Les Démons de la Nuit. Oftewel de demonen van de nacht. En Dodenland en Duistere Machten vormen samen één verhaal. Het fantoom is een losstaand verhaal, maar dat is weer iets wat op het voorgaande deel eigenlijk verder gaat. Namelijk dat de Beverpatrouille in Iran is. En het is Iran uit de tijd van de Shah. Dus uit de tijd dat het eigenlijk nog een heel stuk vrijer was dan dat het tegenwoordig is. En het bijzondere is even dat de jongens van de Beverpatrouille, die zijn op bezoek. En die mogen daar een hele bijzondere plek gaan bezoeken. Namelijk de schat van de Persische kroon. Maar het grappige is dan weer dat helemaal uitgelegd wordt hoe de beveiliging helemaal werkt. Wat ze allemaal moeten doen. En dan ga je natuurlijk al meteen denken van ja, dat is niet echt heel erg slim. En inderdaad, dat is niet heel erg slim. Want er blijkt namelijk een soort een verrader onder hen te zijn. En dan niet eentje van de bevers. Want dat zijn natuurlijk padvinders. Nee, iemand anders die bij hen is. En dat blijkt het fantoom te zijn. En het fantoom weet met een hele hoop kostbaarheden te ontsnappen. Ja, en dan is het op een gegeven moment. Even kijken. Dan is het aan de bevers om hem op te sporen, een val te zetten en hem te proberen te pakken. En erachter te komen wat er nou precies gebeurd is. Nou ja, dat maakt toch wel een spannend avontuur. En je ziet wel dat de tekeningen zijn wel heel erg mooi. Alleen ja, het ziet er gewoon meteen ook wel gedateerd uit. Dat vond ik toch wel heel sterk. Sommige strips die doorstaan de tand destijds vrij goed. Maar in dit geval toch wel een stuk minder. Nou goed, het is een heel erg leuk verhaal. Dan gaan we even door naar het volgende verhaal. Want ook dat is weer heel erg spannend. Dat vond ik net iets spannender eigenlijk nog wel. Omdat het andere toch wel verrassend was, maar toch wel een tikkie voorspelbaar. Dit is ietsje mooier. De bevers die gaan naar Afrika, naar het land Moanda, waar een hongersnood heerst en waar de vader van een van hen
werkzaam is. En ja, zij gaan daar helpen om een oplossing te vinden voor deze hongersnood. En ja, dat is wel een heel erg spannend verhaal. Want het blijkt dat er mensen zijn die daar zo bezig zijn met hun eigen plannetjes. Nou ja, goed. Het leuke vind ik dat er zitten wel, zeg maar, komische dingen in. Zoals bijvoorbeeld even dit. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het dan toch weer niet echt om te lachen vind. En dat blijkt ook wel, want ja, degene die ze hier eigenlijk nu een beetje voor schut zetten, dat is een heel machtig iemand in dat land. Dus ja, dat maakt het wat lastiger. Dus er zit ook in het vorige verhaal het fantoom zat wat van dat soort grappen. Maar dan heb ik toch een beetje zoiets van, ja, dit is eigenlijk, voelt dit toch wel een beetje aan als een wat serieuzere strip. En ik zeg al, het tekenwerk, ondanks dat het wat gedateerd is, is wel heel erg mooi. Maar de verhalen van Charlier zijn ook heel erg goed. En ondanks het feit dat die samenwerking heel stroef liep, ja, ben ik eigenlijk wel verrast hoe goed deze verhalen zijn. En hoe lekker deze verhalen uiteindelijk toch ook lezen. En ja, dat maakt dit toch wel een heel erg mooi boek. Dus wat dat betreft, ook dit was wel weer een hele aangename verrassing om te lezen. Maar goed, dat gebeurt vaker bij strips. Het is vaker dat het gewoon een hele aangename verrassing blijkt te zijn. En dit is ook wel een heel erg leuk stukje, want het blijkt dat er ook nog een, ja, zei het, een beetje een voormalig padvinder daar in het Afrikaanse land is, die hen uiteindelijk gaat helpen. Want ja, het avontuur waar de bevers zich in gaan bevinden, ja, dat is toch wel een heel spannend avontuur en dat kan hun leven kosten. Nou, klinkt dat heel erg spannend allemaal en er zit ook wel wat geweld in, maar het blijkt dat het toch wel een hele brave strip is. En dat heeft ook te maken met het feit dat de uiteindelijke toch wel bedenker van deze strip, Mitak, de waardes van de padvinders goed naar voren wilde brengen. En hij wilde er dus echt geen geweldstrip van maken, maar juist eentje die laat zien hoe, ja, behulpzaam de padvinders zijn. En dat, ja, dat is natuurlijk op zich wel heel mooi. En dat geeft een heel ander soort strip, die toch, ondanks die braafheid, toch best wel spannend is. Dus ja, ik moet zeggen, alles bij elkaar, ik kan wel door blijven gaan hierover. Want ja, het is gewoon een hele mooie strip. En ik zeg al, het blijft toch wel genieten ervan. Maar goed, een hele aangename kennismaking met een strip die dus echt al heel erg oud is. Maar ja, die ik nog nooit eerder gelezen heb. En dat is het leuke van dit soort integrales, dat je nieuwe strips weer kan herontdekken. Dus dankjewel Arboris dat je dat gedaan hebt. Nou, dit is hem dus, de complete Beverpatrouille deel 6, Demonen van de Nacht, door Jean-Michel Charlier en Michel Tak. Hij ligt bij de stripwinkel. Ik kan alleen maar zeggen, nou, vond je leuk wat je zag in dit vlog, hè, qua tekeningen en qua verhaal, dan kan ik hem alleen maar aanraden. Ga hem lezen, ga ervan genieten. Ik wens je veel leesplezier, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.